Wat een pret met Hugo's Gourmet. Gourmet is toch wel echt een van de meest gezellige familiemaaltijden. En ik ga jullie wat variatie en wat tips geven om de gourmet net wat spannender te maken. Niet te moeilijk, maar wel iets ingewikkelder dan een slavinkje en een kipfiletje in 5 stukjes. Ik ga ook denken aan de vegetarische medemens en aan de kids natuurlijk. Dus ik zou zeggen, gourmet maar. Ik ga een cordon bleu maken. Maar dan wel even, natuurlijk weer met een twist. Ik gebruik als kaas de emmentaler. En ik ga hem met kalkoen maken. In plaats van gekookte ham ga ik gerookte ham gebruiken. En ik ga hem een beetje paneren in panko. Echt een beetje Japans broodcrème. Heel krokant wordt het dan. Beginnen we met de kalkoen. Deze is al platgeslagen. Je kan gewoon kalkoenfilet kopen. Folietje eroverheen. Met een pan erop slaan. Is hij plat. Zo. Snijd daar banen van. Beetje gelijke repen. Dan gaan ze natuurlijk vullen. Zo. Ik heb eerst een stukje mooie gerookte ham op. En dat wordt uiteindelijk natuurlijk de binnenkant. Want ik klap ze dadelijk, rol ze naar binnen op. En cordon bleu is natuurlijk een klassieker. Maar ja, ik zou Hugo niet zijn om daar ook even een twist aan te geven. En dan de kaas, de emmentaler. Ga ik eroverheen raspen. En nu gaan we rollen. Ook een prikkertje. Dan vouw je het kalkoentje mooi. Zodat de ham mooi naar binnen blijft. En slijm om. En dan zetten we hem vast met de prikker. Even erin en weer eruit. Zit hij zeker goed vast. Zo. Mooie pakketjes. En nu ga ik ze nog paneren. Gaan ze eerst even door de bloem. Dan door het ei. Een eitje doe ik even knutselen. Bij paneren eigenlijk altijd één hand schoon houden. Anders wordt het echt een kliederboel. Nat hand, droge hand. Dat helpt. Dus eerst even door het bloem. Dan door het eitje. En dan door de panko. Dat doen we weer met de droge hand. Kijk, dan heb je een prachtig mooi gepaneerd pakketje. Dan ga ik de rest even lekker paneren. En dan is al mijn voorbereiding klaar. Dan kan ik lekker gaan bakken. Het is zover, we gaan gourmetten. Beetje boter op de bakplaat. Zo. Dan mogen er cordonbleutjes op.